Er doen 7 korpsen aan mee. Echt van wereldniveau. Topkorpsen van Nederland. In 2014 zijn we al begonnen met de voorbereidingen om die korpsen te kunnen krijgen. En uitzonderlijk is dat we de Koninklijke Marechaussee dit jaar ook hebben. En dat is uitzonderlijk, want ze komen niet vaak op burgertaptoes. Dus daar ben ik best trots op dat ze komen. Ja, het hoofddoel is dit jaar wederom kans voor een kind. Om zoveel mogelijk kinderwensen te kunnen vervullen, ook kinderen die ziek zijn. En het andere doel is Medicare Equator, of Equator Medicare, we noemen het wel, van dokter Joost. Om schone waterputten te bouwen in Ethiopië, om de babysterfte tegen te gaan. Er zijn tientallen vrijwilligers die zich belangeloos inzetten, zoals de scoutinggroep. Herakles zelf zijn we ontzettend dankbaar voor dat ze het stadion wederom beschikbaar stellen voor dit goede doel. Mm-hmm. En het bestuur van de stichting Onder de Stap toe. Ja, 's middags in de stad, om 3 uur, is er dus een grote strijdparade in de binnenstad. En wie doen daaraan mee? De 4 korpsen totaal. Die gaan door de binnenstad. De binnenstad een kleine opwarming gegeven voor de grote taptoezalers. Voor de officiële opening treedt onze trots van Almelo, onze winnares van de Voice Kids, Esme Schreus, voor ons op. Dat is om 7 uur tot rond 10 over 7. En van 6 uur tot 6:45 kan men met haar op de foto, kinderen of zo, voor een meet and greet. Dit keer is de opening doet onze commissaris van de Koning, mevrouw Anke Bijleveld. We hebben rond 10:30, 10:45 een spetterende vuurwerkshow. Waar mensen echt van kunnen genieten, zelfs als het afgelopen jaar. Dat was één groot spektakel.